Kijk eens aan. Doen we dit hier en dan gaan we dit snowballen. En dan hopelijk gaat die Mega Man naar mijn Skellies toe. En Lightning is niet genoeg. Snowball wel, hij heeft log. Hij heeft log! Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hieldkamp Floris, laat vast een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. Vandaag spelen we weer Clash Royale. Ben je dus nog niet geabonneerd? Abonneer zeker. We gaan richting die 100.000 abonnees. En ik wil gewoon zo snel mogelijk de 100.000 abonnees weer halen. Maar vandaag gaan wij online potjes spelen. Want de meeste mensen vinden dat gewoon het leukste om naar te kijken. En op dit moment heb ik ook gewoon heel erg veel zin om online potjes te gaan spelen. Dus daarom ga ik dat gewoon in deze video doen. En ik heb een hele nieuwe zieke combo. En ik ben er al wel een beetje mee aan het spelen. In ieder geval de laatste tijd weer wat minder. Maar ik heb dan een week geleden heb ik al wat potjes met deze combo gespeeld. En het is gewoon een ijzersterke combo. En ik wil hem eindelijk ook aan jullie laten zien in een video. Ik weet niet of ik per ongeluk al een keer in de video meegespeeld heb. Maar echt een aparte video over deze combo, dat sowieso nog niet. We zitten op mijn account, dat kunnen jullie nu ook gewoon zien. En welke combo ik het over heb, ik ga het stellen in 3. Weet je wat, we gaan gewoon langzaam naar de rest. Dan komt hij als je dan miner en een ballon. Maar dat is niet een miner ballon combo, want die kennen we al. Het is de ballon Pekka combo. Ballon Pekka met best wel goedkope kaarten eromheen. Het is daarom ook nog steeds een 3.3... een 3.3 elixir dekje. Want je ziet namelijk hier de Pekka en de Blondie zijn heel duur. Dan heb je deze twee kaartjes ook nog redelijk duur. En voor de rest alleen maar 2 en 1 elixir cycle kaartjes. Om gewoon goed mee te kunnen verdedigen. Ik verdedig heel veel met Ice Golem, met Skellies, met Musketeer natuurlijk. En ja, het zijn gewoon goede kaartjes. Het is een lekker dekje. Het speelt gewoon chill. En wij gaan gewoon wat potjes spelen op online. De nieuwe wifi is gekomen. Of iemand van de monteur is geweest. Dat heb ik verteld in eerdere video's. En de wifi is 2 keer zo snel geworden. Hij is nog steeds niet zo snel als thuis. Hij is hier, voor de mensen die een beetje er verstand van hebben, hij is volgens mij nu ongeveer rond de 58 megabytes per seconde, zoiets. Hij was 27, dus van 27 naar 57 ongeveer, hè? Ik weet niet precies, maar zoiets. Dat is best wel een verdubbeling. Nou, best wel, dat is een verdubbeling. Heel simpel, dat is gewoon een verdubbeling. Dus dat is wel nice. Daarnaast vind ik het wel nog steeds te langzaam. Want bijvoorbeeld bij mij thuis is het 250 megabytes. En voor de mensen, ik ga dat even heel kort vertellen. Daarna is het wel mooi geweest. Hoe dat dus dan komt, omdat ik zit bij een bepaalde provider, ik ga het niet noemen. Een bepaalde provider. En daar is het kastje vanaf hier best wel ver weg. De echte de internetkast. Dus daardoor is hij nu niet zo heel sterk. Maar bij, als ik bij een andere provider ga, kan ik hem veel sneller gaan doen. Dus ik weet nog niet of ik dat nou wel of niet wil gaan doen naar een andere provider. Het is wel een heel groot gedoe. En deze gasten waren wel super aardig. Of in ieder geval die monteurs waren super aardig. Dus misschien laat ik het hierbij. Maar misschien ga ik het ook wel naar een andere provider. Ik wil even kijken of ik hiermee kan gaan streamen. Want bijvoorbeeld nu een Clash Royale video van, laten we zeggen, een lange Clash Royale video van rond de 18, 17 minuten duurt nu een half uur om te uploaden. Dat is best wel lang, maar het kan, ja, het valt ook wel weer, waarom laat hij dit nou gaan? Het valt aan de ene kant ook wel weer redelijk mee, want ja, een half uurtje uploaden is niet het ergste van de wereld. Dat kan ik gewoon doen. En het chillen is nu aan deze verbinding dat als ik een video aan het uploaden ben, kan ik ook gewoon tegelijkertijd een andere video maken. Of kan iemand anders gewoon tegelijkertijd lekker YouTube en Netflix. Het is nu wel gewoon, verloopt nu best wel prima. Maar ik zit even te kijken of ik ook kan livestreamen. Want dat wil ik af en toe weer eens gaan doen. Vooral met Clash Royale. Wil ik ook even kijken of deze snelheid wel kan met livestreamen. Ik weet trouwens bij livestreamen zelf helemaal niet of dat, of een livestream goed verloopt. Of dat aan je internetverbinding ligt. Of dat aan jouw PC zelf ligt. Ik weet eigenlijk niet aan welke twee. Misschien allebei wel een beetje. Nou, sowieso allebei wel een beetje. Maar of een stream lekker verloopt en niet veel hapert. Ligt dat het meest aan je computer. En je PC, zeg maar. Of ligt dat dus het meest aan de internetverbinding. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga dat denk ik. Ik wou het opzoeken, maar dat kon ik niet echt opzoeken. Waarschijnlijk kan je het wel gewoon opzoeken, maar ik kon het niet vinden. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Maar ik was er wel even benieuwd naar. Maar ik wil dus, Dutch Corps Esports matches. Timo, de captain van Dutch Corps Esports, is er heel veel aan het vragen van, Floris, kan je nou een keer streamen? En dan moet ik eigenlijk wel een keer gaan doen. Maar ik weet dus niet of ik nu lekker kan streamen met deze verbinding. Wat wij gaan doen is miner en ballon.
Nu moet hij komen met zijn Infernatoren, wat hij waarschijnlijk ook gewoon gaat doen hoor. Daar niet van, ja oké, hij doet Infernatoren. Maar ik wil even kijken wat voor soort variant beter het was. Maar het is gewoon een normale dus. Stel hij mocht nu met ballon gaan rocketen. Dan zou hij in de problemen zijn. Waarom doe je het de hele tijd op dat hoekje? Dan zou hij in de problemen zijn, want dan zou de ballon niet doodgaan. En de miner tankte voor de ballon. Dus dan had de ballon een hitje gepakt. Volgens mij is Ice Spirit en... Even kijken, gaan we nu... Ik twijfel of ik die prinses wil pakken. Waarschijnlijk gaat hij nu denken dat ik de prinses pak. Nee. Hij dacht het helemaal niet. Waarschijnlijk is de... Wat wou ik nou zeggen, boys? Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Ik ben heel even in de concentratie. Wacht eventjes. Zo, en doen we dit hier. Nu kan natuurlijk niet die toren helpen, want die knight er verschrikkelijk in de weg zit. Nee, als je de miner laat tanken, volgens mij zijn Icebeard en Rocket niet genoeg om ballon te killen. Dat wou ik zeggen. Ik was even in de concentratie. Ja, oké. We komen dus tegen bait. We hebben geen log. Het is allemaal niet zo heel best. Wat wij gaan doen is, denk ik, pack aan de back. Ik denk dat wij even een grote push gaan opbouwen. Ik denk dat dat het plan gaat worden. Dan gaat hij inderdaad dat doen. En dan hebben wij hier gewoon een skellish. Waarom doe ik nu die Ice Golem? Doe ik puur om eventjes de toren straks mee te laten helpen. Oeh, hij zit op de... Dat is helemaal niet best. Wacht ik heel eventjes. Kom ik nu met ballon via deze kant. En miner via hier zo. Let's go. Nu gaan we gewoon een beetje soort van... Nou, niet echt per se all in. Maar we gaan nu wel de druk hoog zetten. Die Pekka leidt de... Die Pekka lijkt de Infernatoren af en heeft hij er gewoon nog één. Dan heeft hij er volgens mij gewoon nog één. Hij heeft er gewoon nog één. Ongelooflijk. Wel doet die miner flink veel damage. Omdat die ballon aan het tanken was voor die miner. Dus dat was eigenlijk wel heel lekker gespeeld. Al zeg ik het zelf. En nu heeft hij, als het goed is, niks voor mijn ballon. Alleen een rocket. Maar een rocket is niet genoeg. We gaan dit even snowballen. En we gaan eventjes deze musketier droppen. Zo. Gooien we bats hierop. Let's go. Waarom ik die musketier dropte was voor de prinses. Maar oké, we hebben nu weer een snowball. We hebben nu weer een snowball cycle, dat is top. Ga ik even deze prinses aanpakken. Let's go. Kom op. Ja, dat lukt. Let's go. Mooi, dan ga ik dit nu niet snowballen zoals ik net deed. Ik wil echt even die snowball bewaren. We doen even de badge hier zo. Voor stel hij komt met een... Ja, dit had ik dus al verwacht. Daarom deed ik die Ice Golem. Echt precies daarom deed ik die Ice Golem. Wat wij nu gaan doen is dit en een muskie. Ja. Oké, nu heeft hij de Goblin Gang gebruikt. Wat betekent dat wij een opening kunnen gaan vinden met dit. Let's go. Dan doen we de Ice Golem in de back, want ik kan die prinses toch niet meer afleiden. Boom. Zo. Dan doe ik een hoge musketier. Zodat hij die prinses gaat pakken. En dan hebben we nu eigenlijk al genoeg. We hoeven alleen nog de miner te gebruiken. Die miner doet echt zoveel damage voor ons, jongens. Oh nee. We kunnen nog verliezen, jongens. We kunnen nog verliezen. Snowball is namelijk niet genoeg. Weet je wat? Ik doe gewoon gek. Ik zet gewoon druk met die ballon. Dan moet hij ook druk... Ja, dan moet hij... Dit bedoel ik. Nu moet hij verdedigen. En we gaan nu gewoon pre-snowballen. En als hij nu predict met zijn knight, dan zijn we de lul. Oké, nice. Ja, het was eventjes denken. Want ik had een soort van al gewonnen, maar toch ook weer niet. Die miners vonden ons daar eigenlijk gewoon al het werk. Volgens mij heeft een linkertoren... Nee, we hebben zeker geen ballonhit gehad. Alleen maar miners die gewoon liepen chip op die toren. En hebben we nu alweer 2 potjes weten winnen. Dus dat gaat echt gewoon super lekker. We hebben nu al 2 potjes gewonnen met dit OP Pekka. Pekka ballon combo deck. Let's go. En dan doen we even de Ice Golem in de back. En dan gaan we straks opvangen met de musketier. Maar waarschijnlijk heeft hij lightning. Want je ziet bij babydraak vaak lightning. Dus wacht ik heel eventjes. En dan wacht ik eventjes iets langer. Zo. Nu kan hij niet lightningen als het goed is. Alhoewel, ik vind het dat lastig in te schatten die lightning range. Oké, nou ja. In ieder geval nu geen lightning. Gaan we komen met de miner. Hebben wij hier ook een snowball. Oké, dat doet hij niet. Oh, dat is nice. Dat hij nu met zijn... Mega Minion komt daar. Dan gaan we dit snowballen. Zodat die bats levend blijven. Dat hebben we wel eventjes nodig. Zodat die bats wat damage kunnen doen op die Mega Minion. Zodat die Mega Minion niet gaat hitten op onze toren. Tenzij hij natuurlijk met de miner komt. Hij heeft Furnace. Hij heeft nu wel zijn Mega Minion al gebruikt. Hij heeft zijn Furnace al gebruikt. Laten wij nu even kijken of we iets kunnen doen hiermee. Met deze ballon combo. We gaan het zien. Oké, heeft dus toch wel een lightning. Dan zal het waarschijnlijk een Royal Giant dekje zijn waar we tegenkomen. Dan laat ik die babydraak hitten op mijn toren. En dan ga ik... Of ga ik... Ja, ik wist eigenlijk niet. Ik wist eigenlijk niet wat ik liefst wou. Ja, kijk, nu is wel die musketier soort van dood al. Maar ja, nu gaan we er toch een beetje druk mee zetten door die miner. Komen we snel met bats.
En dan gaan we even kijken of hij met zijn furnace weer komt. Oh, dat is wel wat minder. Kom maar hier. En dan gaan we dit ook even snowballen. Zodat we 1 hit pakken van de Valkyrie. Oké, in principe niet heel erg. Hij heeft sowieso een Royal Giant, maar wij hebben een P.E.K.K.A. Dus dat is wel weer enigszins chill. Hij heeft wel weer zijn Lightning nu in cycle. Dus ik denk dat ik gewoon Ice Golem doe. Ja, ik ga Ice Golem doen. Niet Musketeer dus. Want ik zat te twijfelen, wil ik hier Musketeer? Maar ja, dan Lightning die waarschijnlijk gewoon. Hij heeft wel weer zijn Mega Minion gebruikt nu. En daarom gaan wij nu komen met onze Miner Ballon Combo. Helaas doe ik die Miner aan de voorkant, zodat hij mijn Miner en mijn Ballon kan lightningen. Maar hij besluit helemaal niks te lightningen. Wat een opvallende keuze is van hem. Maar hij komt nu met zijn Royal Giant. Dan komen wij met dit. Hoppatee. Boom. Gaan we dit eventjes snowballen, omdat we dan die Royal Giant vertragen. Ja, hij was hetzelfde van plan. Maar dan niet om te vertragen, maar om mijn bats te killen. Doen we nu een hoge Musketeer. Nu weet ik zeker dat de toren er niet bij kan. Oké, dan gaan wij gelijk deze furnace aanpakken. Ik heb even geen zin in een furnace. Let's go. Dit is heel chill. Doen we nu de Ice Golem. Die furnace is zo goed als weg al. Wachten we heel eventjes. En komen we nu met onze P.E.K.K.A. Gaan we dit snowballen. Sowieso. Boom. En boom. 1 hit van de P.E.K.K.A. Helemaal niet. Even 1 hit van de P.E.K.K.A. 1 hit van de Royal Giant. In principe niet heel erg. Maar hij is nu wel langzaam aan het chippen. Dat is eigenlijk iets wat ik niet wil. Ik ga nu met mijn Ice Golem komen. Ik zit te denken aan een lane switch. Ja, die ga ik nu gooien. Ik ga nu die lane switch gooien. Hoppatee. Ja, kijk eens aan. Doen we dit hier. En dan gaan we dit snowballen. En dan hopelijk gaat die Mega Man naar mijn Skellies toe. Lukt dat? Nee, dat lukt niet. Oh, dat lukt wel. Let's go, jongens. Die tactieken zijn ook wel ziek, hoor, die we doen met dit deck. Hoppatee, dan gaat hij dit lightningen. Dan kunnen we nu rustig met onze musketeer komen. Ik moet natuurlijk nog wel even uitspelen. Laat ik nu gewoon een miner droppen en gelijk een snowball. Waarschijnlijk verwacht hij niet dat ik het in dit hoekje doe. Hij verwacht het wel, maar we hebben een snowball. Let's go, mooie verwachting van hem. En hebben we dit potje gewoon weten te winnen. Doordat we dus via de andere kant kwamen met de ballon, de miner in de back. En we die snowball gebruikten, zodat de Mega Minion wegging van de ballon. En die Skellies leiden even die babydraak en die ballon dus af. Die Mega Minion en de babydraak af. En daardoor konden we dus 2 hits doen met de ballon. En dat was eigenlijk al meer dan genoeg. En we hebben nu het derde potje, of nee, het vierde potje alweer. We hebben nu al 3 potjes gewonnen. Dit is het vierde potje alweer. We komen weer tegen een furnace. Furnace ben ik over het algemeen niet heel blij mee. Ik laat dit even gaan. Dan kom ik nu met mijn Ice Golem in de back. Want waarschijnlijk gaat 1 Firespear daarop hoppen. Ja, let's go. Dus die Ice Golem hoeft er nog niet echt te zijn. We gaan nu via de andere kant met de Miner. Zo. Oké, een Ice Wizard. Een Ice Wizard en een Furnace. Ja, dat zijn 2 kaarten waar ik niet heel blij van word. Waar ik wel blij van word is Royal Giant. Of nou ja, niet blij. Maar die P.E.K.K.A. kan best wel wat werk doen tegen die Royal Giant. Dan krijgen we waarschijnlijk 1 hit. Nou ja, 1 Royal Giant hit is al best wel veel. Dat doet namelijk al best wel wat damage. We gaan kijken of we er even iets uit kunnen halen. Misschien heeft hij een Inferno draak, dat hoop ik niet. We gaan even kijken wat hier gebeurt. Oké, hij heeft dus een Executioner en een Ice Wizard. En bijna zeker ook een Nado. Dus dat is best wel pittig. Dat is heel pittig. Laten we dit even hitten. We gaan even kijken hoeveel damage we doen. Boom, dat is best wel wat. Ga ik nu kijken of ik zijn furnace uit... Ah, dammit. P.E.K.K.A. Royal Giant? What the hell? Hij heeft Ice Wizard. Maar wij hebben weinig elixir. Dus ik denk niet dat ik nu mijn ballon ga doen. Ik denk dat ik gewoon mijn P.E.K.K.A. ready hou. Misschien gaat hij wel... Nee, dat doet hij niet. Oké, top. Ik wou zeggen, misschien gaat hij wel een Royal Giant achter die P.E.K.K.A. doen. Nou, dan zat ik best wel een beetje in het probleem als dat zou gebeuren. Minetje ervoor. Ja. Soort van gelukt. Nou ja, soort van. Het is gewoon gelukt. Oh. P.E.K.K.A. dood. Ja. We hebben nu wel heel weinig elixir. Dus ik laat dit eventjes gaan. Ik weet dat dit damage doet. Die Fire Spurge kan ik nu niet stoppen. Dat kan ik niet permitteren. Dus we moeten accepteren dat er 1 hit nu. Hij komt met zijn Royal Giant in de back. Heeft hij dan genoeg voor een P.E.K.K.A. daarvoor te droppen? Ik weet het niet. Maar voor de zekerheid gooi ik eerst even een Ice Golem om het af te leiden daarachter. En dan pas met mijn P.E.K.K.A. Ik ben benieuwd naar zijn Nado. Waar die blijft. Oh, daar is hij. 2 hits. Verdorie. Hoe kon er nou weer 2 hits doen? Kom op. Kill die P.E.K.K.A. Ja, goed zo. Die P.E.K.K.A. is dood. En hopelijk kunnen we dit ook killen. Nee, dat kunnen we niet helemaal killen. Ik ga nu even via de andere kant. Ik ga dit snowballen. Zo, ik wil eventjes nu via de andere kant pushen, gaan pushen, jongens. Want anders kan hij de hele tijd met zijn verdediging een aanval maken. Dat is niet echt waar ik op zit te wachten. Boom, en boom, en weer een hit. En weer een hit, en misschien wel 2. Ja, 2.
Oké. Wat we nu gaan doen is hopen. Ja, daarop hopen. Dat lukt. Wat we nu gaan doen is dus vol aan de andere kant. Omdat hij komt met zijn verdorie. Met zijn executioner. Dag, Pekka. En dan gaan we nu kijken of er een tornado aankomt. Ik neem een beetje risico's met die bats. Ik wou net zeggen. Want waarschijnlijk heeft hij wel een tornado. Ik had dat zwaar. Maar dan ook echt zwaar moeten. Moeten snowballen die furnace. Dan had ik dit potje gewonnen. Als ik die furnace snowballde, had ik dit potje gewonnen. Nu wordt het nog een beetje lastig. Gaan we in ieder geval even een ice golem hier omhoog droppen. Zo. Dat is soort van genoeg. Kom op, musketeer. Nee, musketeer blijft niet levend. Wat wij gaan doen is dit en dit. En ja, let's go. Oké, nu gaan we sowieso even een hoge musketeer voor zijn furnace. En lightning is niet genoeg. Snowball wel, hij heeft log! Oh my god, jongens, dat was close. Al had ik die furnace gesnowballed, dan had ik niet 2 hits moeten doen op de furnace door die ballon. En dan had ik de ballon gelijk naar de toren en had ik dit potje sowieso gewonnen. Slecht, ik zat in mijn hoofd nog te twijfelen, wil ik het snowballen? Ga het toch niet doen en ik heb het toch niet gedaan. Jammer, oké, we hebben er 3 gewonnen, 1 verloren en hopelijk winnen we nu de 4e. En hebben we er 4 gewonnen, 1 verloren, dat is zeker niet verkeerd. En we moeten tegen TRT7. Oké, we doen een skellies in de back. Doen we een ice golem hier. Ik vind, zoals jullie ook wel merken, ik vind het echt een leuk deck. Ik vind het echt leuk om video's te maken met een deck die ik gewoon leuk vind om te spelen. Wat wij nu gaan doen is gelijk, maar ja, ik wou net zeggen, ik had al zo'n gevoel dat hij iets achterin ging droppen. Dus wij gaan nu gewoon gelijk zo. Dan hoop ik niet op een Minorp, maar hij heeft die sowieso wel. Oh, hij zept. Oké, top. Dan ga ik denk ik nu sparen naar mijn Pekka en accepteren dat de Giant een paar hits doet, want ik kan het niet op een andere. Oh, oké. Tower trade wordt dit, want ik ga die ballon niet beter kunnen stoppen dan dit. Wel hebben wij nu een Pekka. Ik ga even de Ice Golem hier voordoen. We accepteren de ballon. Dan gaan we die wel eventjes batsen, zodat hij in ieder geval niet nog een hit. Oh, toch wel. Hij doet toch nog wel een hit. Oké. We hebben de snowball ready. We gaan in ieder geval eerst komen met de miner. Zo. Dan snowballen we. Gaan we dit snowballen? We gaan het snowballen. Dan gaat de Pekka naar de toren. We pakken ook 2 bats mee. Gaat hij hitten? Hij hit niet, want hij komt net met een mini Pekka. Mooie mini Pekka van die gast. Dat is jammer. Hij heeft wel bijna geen elixir. Dat weet ik heel zeker. Want die mini Pekka was echt last second gedropt. Volgens mij heeft hij ook best wel weinig voor mijn ballon. Wij gaan nu gewoon. Gaan we de druk hoog zetten met ballon? Even kijken, want wij moeten ook zijn. Ja, wij hebben het allebei. Ik vind het met hem vind ik het lastig te verdedigen. Want hij heeft een zap voor mijn bats. En wij hebben alleen bats en een musketier voor zijn ballon. Hetzelfde geldt dus voor hem. Hij heeft alleen speergebolden, goblin gang en bats voor onze ballon. En wij hebben gewoon snowball. Oké, let's go. Ja, nu komt hij 100% zeker met zijn ballon daarachter. Ja, dan gaan we nu even kijken of we dit weg kunnen snowballen. Ja. En dan gaat die ballon hopelijk maar 1 hit doen, maar ik vrees dat het er toch 2 worden. Nee, het is 1. Oké, we kunnen nu op deze manier gaan verdedigen. Maar ik heb zo'n gevoel dat ik 1501 niet kan beschermen. We gaan gewoon even Pekka aan de back doen. Die 218, die pak ik sowieso wel, vroeg of laat. We gaan gewoon even Pekka aan de back doen voor. Oké, nu komt hij met Golden Gang. Dan kan ik even met mijn miners en toren afpakken. Dit had ik niet verwacht. Dit had ik totaal niet verwacht. Ga het even snowballen. Gelijk wanneer je zet, ga ik dit doen. Zo. Dit had ik niet verwacht, omdat het ook gewoon helemaal geen goede keuze is van hem. Want inderdaad, hij gaat nu een hit doen met zijn ballon. Maar dat is gelijk al alles wat hij gaat doen. Want nu, weet je wat, we gaan gewoon in de aanval. We moeten druk zetten, denk ik, jongens. We moeten druk zetten. We gaan ook gewoon vol druk zetten. Doen we dit hier zo. We gaan gewoon nu vol al in. We gaan nu gewoon vol al in. Hij gaat ook al in. Dit is een all or nothing. Ik heb mijn snowball ready voor mijn ballon. Let's go. Dan hebben we dit potje tonnen weten te winnen. Hoppatee, let's go. Het was even een all in. Dit is lastig, want als je beide niets hebt. Als je beide niets hebt voor je voor de winkeldish van de ander, dan is het vaak ook gewoon een 3 crown race. Maar we hebben die gewonnen. En we hebben, als het goed is nu, we gaan even loeren. We hebben nu 1, 2, 3, 4 potjes gewonnen. En maar 1 verloren. Dat is dus erg sterk. Jongens, ik hoop dat jullie de video hebben kijken. Zien we de volgende video. En tot dan, mensen.